Hey, goeiemorgen. Pas jij op vandaag, want het is... Kijk maar. Waarschijnlijk had je het zelf ook al gezien, maar het is best mistig. Hey, en gisteren is deze schat... Hey, Nala, leg neer. Oeh, wat heb je gevangen? Een bonnetje van de HEMA. Dat ik voor mijn... Ik was gisteren toch bij de barbershop. Dus ik was... Vooraf had ik tegen Hoesie gezegd. Hey, Hoesie, hoeveel mooie mannen zijn er? Ja, er zijn er 3. Maar dan weet ik niet wie die niet meegerekend had. Want er waren er 4. Maar of die dan Brian of Jawad niet had meegerekend? Maar wel, die is wel. Dat is wel een grapje toch? Maar goed. Dus hij zei van ja. Baklava vinden we lekker. Baklava. We houden van baklava. Baklava. Maar ja, weet ik veel waar je dat in Assen kan scoren. Dus ik zei, wat is in de buurt? Hij zei, ja, doe maar kleine gebakjes bij de HEMA. Dus. Koen was naar de HEMA. Heus wel. Ik geloof niet, hè, maar... Pas wel op, precies. Dus ik was bij de HEMA. Had ik 6 petit four roze, hè, voor mijn Barbies. Barbie. En met chocola. En ik had... Jawad, die heeft nog geen rijbewijs. En die doet alsof hij geen maag meer is. Maar die wou... Zure matten. Dus ik had voor hem zure matten gehad. Dus, maar dat had hij weer terugbetaald. En Moesie had gezegd... Oh, haal maar 3 en ik geef je geld voor die 4e. Wat is je geld? Weet je? Maar goed. Hey, maar gisteren was deze... Gisteren was deze meis heel zielig. Hey. Ja, maar ik was echt heel zielig. Ik was ook in de dierarts. En... Hupsakee. Dus ik krijg zo nog even een beetje drugs. Is dat lekker? Meloxidil? Kan je dat als mens ook nemen? Maar ze is 3 kilo, dus ik krijg 3 milliliter of zo. Hey, over kilo's gesproken. Ik had vandaag weer mijn mooie weegmoment. En qua kilo's was ik niet heel tevreden eigenlijk. Ik was maar 800 gram sinds vorige week. Maar ik had al heel veel centimeters kwijt. Dus ik moet eigenlijk moet ik binnenkort naar de schoenmaker. Om een nieuw gaatje. Heb ik mijn riem? Een nieuw gaatje bij mijn riem erbij of zo. Maar goed. Hey, dus ik ben best. Ik ben gematigd positief. En gelukkig was vandaag mijn weegmoment en niet morgen. Want. Kijk, ik ga naar de ik kan parkeren. Ik kan parkeren bij Ahoy. En als het goed is, heeft Wendy de kaartjes voor entree. Dus dan kunnen we naar binnen. Naar de vrienden van Amstel. En in mijn geval de vrienden van Amstel 0.0. Want ik ben nog in de dry January. Maar dat geeft... Doet me niks, ja. Ik was gisteren. Bij een lotgenoot. Maar die had al wel... waren met z'n drie. Met z'n drieën. En 2 van de 3... Want dat waren allebei vrouwen. Dus dat is toch... Blijkbaar is dat toch het zwakke geslacht. Of die hebben minder wilskracht of zo. Maar die waren allebei al gezwicht. Hoi. Gezwicht voor de drank. Ik noem niet. Nou, vind ik mooi. Vind ik goed voor mezelf, ja. Hey, ik ga vandaag... Met jullie nog even dit. En daar heb ik wat over te zeuren. Vind je dat vervelend? Moet je maar niet kijken. Maar goed, ik ga dus aan de... mint chocola. En ik kan deze niet echt aanbevelen eigenlijk. Je moet altijd schudden, hè? Altijd schudden. Oh. Altijd schudden. En ik had het verkeerd gezegd, hè? Want ik had gezegd 24 gram. Maar je moet 26 gram. Maar ik ga een beetje... Maar ik ga vandaag niet sporten, dus ik kan gewoon lekker normale shakey nemen. Hey, nou, zet hem op 0. Zet hem op 0, weet je. En dan die maatschapjes. Hupsakee. Dus ik heb zo, hè. Zo, hallo. En dat zou dan moeten zijn... Tada, 15. Het is... Dus er moeten 11 gram bij. Is het 11? 27. Ik doe het ervoor. Maar ik ga je laten zien waarom ik deze niet zo leuk vind ofzo. En volgens mijn herba vriendinnetje
moet ik het blenden? Ja, maar het gaat niet om het blenden. Het gaat gewoon om dat deze mix niet handig is. En wat dan? Wat dan? Ik ga je zien later, toch? Ik ga je het je laten zien. Zo. Zo, beetje melk erbij. Melk erbij. Doppie dicht. Doppie, zoep, 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 zoep. Ik had ook koffie, toch? Ja, ik had ook koffie. En dan gaan we... En goed dicht. Want anders dan schud je het over je hele huis. Shake it off. The haters gonna hate, 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 hate it. I'm just gonna shake, shake, shake. Shake it off. Shake it off. Hey, poes, poes. Ja, man. Volgens mij is dat niet echt goed eten, meis. Ja, maar dat is een ananasplantje. Ik las in de brief van de dierenarts trouwens dat gecastreerde en gesteriliseerde katten wellicht ander eten moeten hebben, want ze anders te dik worden. Simba? Je moet zo. Ja, ik ben aan het shaken. Zal het wat zijn? Dieetvoeding voor katten of voor honden. Dat je gewoon niet via de dierenarts, maar via een betrouwbaar persoon. Nee, weet ik niet. Maar goed. Hé, hey, je gaat ie. En smaaktechnisch is er niks mis mee hoor. Het is echt lekker munt. Een beetje aftereetachtig. En het is aftereet, toch? Dat klopt niet. Ja, het is al 25 aftereet. Dus dat klopt. Maar mijn bezwaar is... Er zit een stukje chocola in. En die chocola blijft in je beker zitten. En dan denk je, hallo, ik ben al aan het op mijn voeding aan het letten. En dan wil ik niet die chocola waar ik recht op heb. Maar dan een chocola. En dan denk je, ik wil die chocola, want ik heb al zo weinig. Maar, dus ik vind dat niet handig zo. Dus ik kan deze persoonlijk niet aanbevelen. Als je graag met een lepeltje je beker uitlepelt of zo, nou moet je het lekker doen. Maar, ik ben van het gemak. Ik vind het niet makkelijk. Dus wat dat betreft, en er zijn veel meer smaken, hè? Zal ik ze even voorlezen? Dan mocht je, de januari aanbieding geldt nog, hè? Dat moet je wel in januari bestellen. Nou ja. De shake. De thee. Oh ja, ik moet op die vezeltabletten. Oh. Oh. Anders hoef ik maar vier keer te poepen. Nee, die vezel, dat is wel... Dat merk je gewoon dat het werkt. Dat is gewoon... Wow. Maar als je soms wel eens hebt van... Goh, ik moet echt heel nodig plassen. Nou, dan heb je nou nog een reden om helemaal naar de wc te moeten. Dat zegt, oh, ik moet nu. Wacht, ik ging even de shakies. Shake it off, shake it off. Goed, want ik kan wel zeggen van ja, elke smaak. Maar ja, welke smaken zijn er toch? Welke smaken zijn er hier? Hier zijn die shakies. Shakies, 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 shakies. Goed. Dus je hebt de smaken café latte. Nou, klinkt goed. Appelkaneel, nou die ken ik. Die is goed. Munt chocola. Ja, dan heb je dus een chocoladestukje. Vind ik niet handig, maar... Zomerse bosvruchten. Maar dat is nog een beetje te winter voor. Banaancrème. Ja. Romige vanille. Creamy. Zachte chocolade. Mooi zachte geurt. Frika. Frisse aardbei. Nee, I'm fresh. I'm fresh. Cookie crunch. Nee, ik denk dat daar nou weer stukjes zitten die niet uitkomen. Maar dat kan ik mis hebben. Want dit vind ik een hele gekke naam. Vrij van framboos en witte chocolade. Die snap ik niet. En dan heb je nog een grote bus. Een vanille crème.
Maar die zit niet in de actie. En dan heb je nog vanille crème sachets. En bij de grote bus zit dan een maatschap extra bij of zo. Maar ze zijn veganistisch. En als je ze met sojamelk vervaardigt, dan is het ook nog suikervrij. Dat lijkt me logisch. Maar past dus in elke geloofsovertuiging. Ja, mensen, het zijn toch. Maar goed. Dus dat is de keuze is reuze. Zie je dat nog steeds chocola? Dat is echt... Maar misschien ligt dat aan mij, hoor. Dat ik daarna zo... Ik wil een chocola hebben. Want die chocola is wel lekker. Maar goed. Dus dat is mijn rant about de min chocola van mijn blijft. Niet alles... Nee, niet alles is perfect. And nobody's perfect. Just call me Mr. Nobody. Doei!